We zijn hier bij de Joffershof in Villiersbeek. En Jan Bergsvens heeft net iets heel moois naar binnen gedragen. Jan, wat heb je bij je? Nou, een hele mooie televisie en nog een mooie grote ook. Hoezo kom jij met een televisie naar de Joffershof? Nou, dat is toch eigenlijk een leuke actie die bedacht is door Electroworld en Jan Bergsvens samen. Jan Bergsvens, Electroworld in Boxmeer. En daar waren dus de wensweken mee gemoeid in de maand december. Dat is flink op gereageerd, leuke reacties op gehad. En we hebben daar een leuke reactie uit gekozen. En die we konden verblijden met die leuke televisie van Samsung. Dus mensen mochten een formuliertje invullen. Daar iemand voordragen om een cadeau aan te geven. En dat hebben jullie zo besloten om dit eentje aan Joffershof te geven. Ja, dat is juist, inderdaad. Het was toch een actie om eens een keertje een ander het licht in de ogen te gunnen. Om eens een keertje in het zonlicht te zetten. In plaats van altijd maar aan jezelf denken. Nee, nou deze keer waren er toch mensen die eens aan een stichting hier dachten. Waar ze toch een tv heel goed van pas zou komen. Waar veel mensen veel plezier van konden hebben. En dat vonden wij een heel goed idee om daar mee te werken. Heel mooi initiatief. Maar wie hebben nou die formuliertjes ingevuld hier? Wie waren dat? Wie waren dat? Ja. Dat waren toch twee, denk ik, vrijwilligers die de stichting een warm hart toedragen. En in dit geval was dat Geert de Groot en Harry de Hoog. Ja. En die zitten daar samen aan de tafel. Zullen we ze er even bij roepen? Ja, zeker. Ik denk dat ze er wel verdiend hebben. Geert en Harry, jullie hebben een formulier ingevuld om de Joffershof voor te dragen om een cadeau te geven. Yes. Ja. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Ja. En niet één, maar ik geloof wel drie formuliertjes. Aha. Ja, ik ben eerlijk, ik heb er maar eentje ingeleverd. Ik twee. Ik heb twee. Dus dan is het toch goed terechtgekomen. Dat is heel fijn. Jan, ik wil jou vragen. Ja. Zet hem ergens neer, zodat ze hem uit kunnen pakken. En dan kunnen we zien wat voor moois uit die doos komt. Oké, ik zal hem eens erbij pakken. Vol verwachting. Ja. Mannen, jullie hebben de eer. Nou, dus de twee mensen die het formulier ingevuld hebben, die mogen de doos openmaken. Ga je gang. Nou, hierbij wil ik jullie toch een prachtige televisie overhandigen. Harry, Geert. Ik denk dat, dat de stichting jullie ontzettend dankbaar is hiervoor. Nou, een bloemetje, maar ja, ik denk groot genoeg om in tweeën te splitsen, maar anders zetten we die denk ik bij de stichting mooi bij de televisie neer. Ik geef hem Harriet de televisie alvast. Dan zal ik Harry een bloemetje geven. Nou, dankjewel. Nou, dan wens ik jullie er heel veel plezier mee. Dankjewel, Geert. Komt heel goed van pas. Hartelijk bedankt, Jan. Veel plezier ermee. Ja? Dankjewel, firma BI Fans. Dankjewel. Als we niet voor dat blauw, hè. Ja. Is de kleerhanger, kunnen we dan ophangen? Ja, echt de kleerhanger, ja. Gek, hè? Je hoeft niet zo bang voor te zien dan, dus. Het is hetzelfde materiaal en toch is het anders. Ja. Dus ja. Dat is ook een vreemd. Maar nu moeten we eigenlijk instellen, nou dat. Ja, nee, ik heb het niet.